Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games. En jongens, ik heb vandaag ontzettend veel zin om gezellig met jullie weer eens eventjes verder te gaan bouwen aan ons gloednieuwe gebied hier. Want ik heb zoiets van, dit gebied vind ik tot nu toe het coolste gebied waar ik in mijn Minecraft Survival wereld aan gebouwd heb. En weet je waarom dat zo is? In mijn oude wereld, in mijn oude gebieden verderop, heb ik natuurlijk elke keer een gebouwtje gebouwd. En daarna heb ik weer een ander gebouwtje gebouwd. En nog een gebouwtje, en nog een gebouwtje. En al die gebouwen samen hadden niet echt een soort van samenhang. De gebouwen hier, in deze kant van de wereld, die zijn tenminste mooi op elkaar aangesloten. Ze zijn keurig netjes op elkaar afgestemd. En vandaar dat ik zoiets heb van, ik vind persoonlijk dit gebied, met de toren en het kasteel, veel beter en veel cooler dan mijn oude gebied. En ik vind ook dat ik hier wat meer tijd in moet gaan stoppen. Ik moet hier meer manieren voor bedenken, zodat deze wereld nog mooier, nog toffer en nog cooler kan gaan worden. En gelukkig hebben jullie me gisteren daarbij geholpen, want ik heb namelijk weer een heleboel nieuwe comments gezien onder de video van gisteren, waarin jullie mij onder andere vertelden dat het bijvoorbeeld heel erg tof zou zijn om dit gebied hier, met dit lange pad, te gaan overdekken. Nou, ik weet nog niet precies hoe we dat precies moeten gaan uitvogelen, want dat is best wel ingewikkeld. Zeker omdat we dan ook misschien aan de andere kant daar moeten gaan overdekken. En dat vind ik dan weer een beetje te veel voor het goede. Dus het moet nog een beetje samenvallen. Het moet nog een beetje één geheel worden. Maar wat ik natuurlijk wel kan doen met jullie, dat is gewoon lekker keurig netjes verder bouwen waar we gisteren al begonnen zijn. En dat is hier. Want we zijn natuurlijk aan de onderkant bezig geweest met een aantal hele grote pilaren. Die staan er nu, zijn nog niet helemaal af. Maar ik weet wel hoe die dingen er voor de rest uit moeten komen zien. En dat kunnen we natuurlijk ook gewoon bij de andere pilaren gaan doen. Enige punt is dat ik eventjes moet uitmeten hoe ver ze ongeveer van elkaar af moeten komen te staan. Want als ik ze hier twee blokjes van elkaar afzet en verderop drie blokjes, ja, dan klopt het natuurlijk niet meer. Is het niet netjes meer en kan ik voorlopig niet meer slapen. Dus we moeten eventjes een beetje keurig netjes uitdenken hoe we dat dan willen gaan doen. Hoe willen we die keurig netjes uittekenen? Even koekeloeren, want hier zitten bijvoorbeeld 1, 2, 3 tussen. En als ik bovenaan ga kijken, dan zal ik ook daar zien dat er 1, 2, 3 tussen zitten. Dus als het goed is, kunnen we dat mooi gebruiken om uit te tellen. Kijk, hier zit hij verder. 1, 2, 3. Dan zou het misschien mooi zijn als we er eentje over zouden slaan. En dan er weer één zouden doen. Dus bijvoorbeeld hier. Even kijken, dan moeten we deze gebruiken om eventjes het steen te gebruiken. Hoppakee. Dan moet hij hier al hout. Ja, hier moet al hout. En dan moeten we dus goed gaan tellen. Anders dan zit hij allemaal scheef. En als die dingen scheef zitten, dan kan ik niet tegen. Zo. Die is dus weer één te hoog. Voorlopig dan, hè. Voorlopig is hij één te hoog, want hij moet natuurlijk wel hoger worden. Plop. Maar voorlopig even niet. We moeten dus even uittellen. 1, 2, 3. Dat is keurig netjes hier rechtsonder. Is dat goed? Ja, dat is keurig zelfs. 1, die. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Onthouden. Dat is een heel mooi rijtje. Dan moeten we dus hier. Hier ervan afvallen. Hop. En dan moeten we deze hebben. Moeten we die ook 1 doen? Ja, dat moet. Want hij zit op deze hoogte. Dus 1. En dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hij is helemaal goed. Hij is helemaal mooi. En dan moeten we deze even opvullen. Zo. Hop de flats. Deze doen we allemaal keurig netjes zo. En dan kunnen we namelijk deze eentje hoger doen. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Is die mooi of is die mooi? Ik ga het volgende ding doen. En dat is proberen om daadwerkelijk ook aan de onderkant steen te kunnen doen. Maar omdat we dat kunnen doen, moeten we in de tussentijd ook nog eventjes wat stenen erbij gelopen hakken. En volgens mij kon ik daar in de verte wel ergens een soort van steenmijn vinden. We moeten gewoon een klein stukje vinden. Want ik heb ooit eens een keertje hier een halve berg weggehakt. Dus dit moet er nog steeds zitten. Even koekeloeren waar dat was. Was dat hier? Ja, hier. Told you. Ik heb ooit eens een keertje een halve berg weggehakt hier. En dan kunnen we natuurlijk gewoon nog een keertje gebruiken. Dan hakken we dit even weg. We hoeven geen 100.000 te hebben hoor, dat valt allemaal redelijk mee. We kunnen het ooit nog wel eens een keertje tijdens een livestream doen. Dat we gezellig een middagje of een avondje een beetje stenen gelopen hakken, een beetje kool gelopen zoeken. Kunnen we misschien wel eens een keertje doen. Moeten jullie... Wat bij? Wat dan bij? Wie zegt hier bij tegen mij? Kom vechten dan jongen als je bij wil zeggen. Zeg toch ook niet zomaar bij tegen jou? Doe toch gewoon niet, dat is echt gewoon niet netjes. Sommige schapen in deze wereld moeten eerst een keertje leren zichzelf te gedragen. Het is altijd hetzelfde met die schapen. Altijd zichzelf raar gedragen, altijd gek doen. En waarom ben ik een godesnaam kool aan het hakken als ik 100.000 miljoen miljard kool in mijn andere wereld heb liggen? Superdom. Maar ja, we doen het er maar gewoon mee. Ik heb hoeveel nodig? 64 zal te weinig zijn, gok ik. Ik denk dat we 2 stacks nodig hebben. Als we 2 stacks steen hebben, kunnen we die omzetten naar smoothstone. Die we omzetten naar stone bricks. En daar kunnen we vervolgens mee een volgende pilaar bouwen.
Ja, wat dan weer, Ben? Kom op dan, jongen. Kom vechten dan. Jongen, onbeleefde schapen vandaag de dag. Ik zit gewoon keurig netjes mijn verhaal te houden tegen jullie. Komen er en ik een paar schapen doorheen, Ben. Dat is toch niet netjes? Dat gebeurt toch ook niet? Het is toch ook niet als je bijvoorbeeld op de fiets naar school zit, dat er dan vervolgens een paar schapen op de fiets achter je aankomen fietsen om even door je gesprek met je beste vriend heen te Ben? Dat kan toch niet? Dat is niet netjes. Wel netjes blijven, meneer het schaap. Of mevrouw het schaap, want alle schapen zijn vrouwtjes in Minecraft. Wat ik trouwens ook best wel heel erg gek vind, want hoe poepen ze dan jonge schaapjes uit? Ze hebben mij bij biologie altijd geleerd dat je om een nieuw schaapje te hebben, moet je een mannetje schaap en een vrouwtje schaap hebben. Dat hebben ze mij verteld op biologie. Ik weet niet of dat waar is. Maar ja, het staat allemaal wel. Ik heb het ingevuld op de toets en het was goed volgens de leraar, dus het is allemaal wel. Zo, oké, 64 en 64, dat is hartstikke mooi. Bam, die voor jou. Kutbeest. Ik zit eraan, ben echt nog steeds hartstikke rood, hè. Dat is niet goed. Ik ben nog steeds zwaar verbrand. Ik denk ook wel dat ik de komende week nog steeds zwaar verbrand zal zijn. Want op een of andere manier gaat mijn verbranding niet weg. Ik heb het gekoeld. Ik heb het ingesmeerd met een soort van vochtinbrengende crème. Geen idee wat het allemaal was, maar volgens de dokter moest het. En ik het heb helemaal... Het is echt verschrikkelijk. Het is gewoon niet lekker. Het is niet pijnlijk meer. Dat valt allemaal mee. Maar het is echt super rood nog steeds. Dus echt nog steeds een keer de tip. Als je lang in de zon gaat, en lang is meer dan een uur, zorg alsjeblieft dat je jezelf insmeert of je wordt net zo rood als de Vaco. En dat is niet goed, maar dan sta je gigantisch voor lul van al je kijkers. Maar ja, je moet toch je afleveringen maken. Ik kan wel zeggen van ik doe de webcam uit. Kan. Maar dat is ook niet echt heel erg leuk. Dus deze doen we hierin. Cool. Nog eentje erbij. Zo. Bam. Als we nog gewoon de helft pakken, dan kunnen we de helft doorsmelten. Dan gaat het tenminste een beetje snel. Zo, die daarin. Deze gaat hierin. Dan kunnen ze dubbel zo snel smelten. En jij daar, bam, die heb ik nog bij, op z'n vlots. Dan kan ik in de tussentijd mooi eventjes wat hout gaan hakken. Want ik moet aan de andere kant ook nog van die stukjes hout erop zetten. Dat moet ook nog. Zijn die bomen al gegroeid? Oh yeah, nice. Ze zijn al gegroeid. Dat ging supergoed. Want die vorige aflevering, gisteren waren ze nog niet gegroeid. Nou, in één keer wel. Cool, man. Supergoed. En we moeten trouwens ook, bedenk ik me, binnenkort echt eens een keertje aandacht gaan besteden aan het verplaatsen van nieuwe stukjes boom. Want we hebben er gisteren natuurlijk ook weer een aantal bomen teruggeplant. Maar dat waren er maar 5. En die zijn natuurlijk zo omgehakt. Zeker met mijn snelheid. Dan zijn ze zo verdwenen hoor, die bomen. Dus we moeten eigenlijk binnenkort gewoon weer eens bomen terugplanten. En ik heb 100.000 miljard saplings. Die kunnen we allemaal gebruiken. Die kunnen we allemaal weer terugzetten. En is Greenpeace ook weer blij. Hop, ze flots. Hoeveel moeten we hier eigenlijk van hebben? Heb ik helemaal niet geteld. Maar we moeten ook hekjes er tussendoor maken. Dus best wel heel erg boelveel, denk ik. Als we nog gewoon die nieuwe bomen even erbij omhakken. Dan hebben we er als het goed is 5 bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, dit is een mooie boom. Die kan in één keer helemaal om. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hij blijft erboven liggen. Dus comeback. 1, 2, 3, 4. Oh, die hoeft niet eens. Ik denk, ga erin staan. Kan ik hem makkelijker pakken, maar zo werkt het blijkbaar niet. Nou, deze kunnen hun seeds en saplings ondertussen droppen. Helemaal prima, ik heb er toch sowieso zat. Dus het hoeft eigenlijk niet eens dat ik daar nog een keertje voor terug ga. Dan kunnen we in deze kant, kunnen we ondertussen mooi eventjes de hekjes gaan fixen. Dan hebben we die ook nog mooi gedaan. Kijk, er ziet er toch steeds toffer uit. Ik ben oprecht trots op wat wij op dit moment aan het maken zijn met elkaar. Die gigantisch coole toren, waar ik trouwens nog steeds geen functie voor bedacht heb. Dus mochten jullie nog een leuk idee hebben, gooi het alsjeblieft in de comments neer. Dan kunnen we daar misschien nog wat mee doen. Kijk, hier moeten we dus eventjes nieuwe deze neer gaan zetten. Hop. Hop. Ik heb er 38, 40 heb ik er. Nou, dat moet wel zat zijn. Dat moet wel genoeg zijn. Dat zijn natuurlijk famous last words van de Vaco. Maar het is nou helemaal zo. Hop. 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 Is het goed zo? Ja, keurig. Dan moet er een fakkeltje bovenop. Boom. 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 Ja, dit is gewoon massaproductie. Maar het is wel tof om te doen. Want aan het eind van dit soort dingen heb je altijd een heel cool nieuw iets. Deze daar. Daar, daar. Daar, daar. Daar, daar. Oh, hier stonden er al een paar. Mooi. Dan gaan deze hier nog eventjes bovenop. Eén daar, daar. Boom, 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 boom. Ah, scheef. Boom, boom. Als een flots, dat waren geen bommen, maar dat waren mijn keurig net de nieuwe dingen. Dan kan ik in de tussentijd even teruggaan om mijn steen te gaan halen. Dat zal ondertussen ook wel zat zijn om in ieder geval één pilaar mee te maken. Het gaat natuurlijk nu dubbel zo snel, hè. Dat is gewoon mijn gratis YouTube tip van vandaag. Of mijn gratis Minecraft tip. Als je echt heel veel moet doen, doe het in tweeën delen. Doe het gewoon opsplitsen, dat gaat veel sneller.
Kijk, hoppakee, dan heb ik al 38. Als ik dat in één oven had laten zitten, dan waren we nog niet eens zo heel ver geweest. 64. Kunnen we omzetten naar die. Bam, 64. Die. Bam, houden we de twee over. Dat is helemaal prima voor de volgende keer. Deze doen we dan hier. Zo. Nou, het hout kunnen we op zich wel gebruiken. Dan gaan we eerst eventjes die oude afmaken. Die er al stond, een groot gedeelte. En dan bouwen we er gewoon nog een tweede bij. Hé, hey, dan hebben we in ieder geval wat te doen vandaag. Leroy Jenkins, paf. 1. Nee, scheef. Die niet, deze wel. Hup, ze vlots. Dan hier nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, keurig. Deze doen we er ook bij. Plop. Plop. Misschien hoeft hij hier niet eens van die... Ja, daar moeten wel draagbalken tussen. Moet er op zich wel tussen. Want dan kan ik hem eventueel nog wel eentje uitgraven. Dan ziet het er nog een beetje tof uit. Ik heb trouwens twee alweer fout neergezet. Goed bezig, Varko. Dank u. Kijk, dan kunnen we deze weghakken. En dan gaven we hier gewoon de rest eronder uit. En dan is het ook echt daadwerkelijk een pilaar. Nu staat het gewoon op de grond. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het moeten wel pilaren zijn. Anders hadden ze net zo goed helemaal geen steen eronder kunnen doen. Dus je moet allemaal move. Aan mijn oude routsen. Allemaal weg, dit spul. Weg, spul, weg. Allemaal opbokken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dit er ook allemaal onderuit. Op zich is dat niet zo heel veel moeite. Dan bouwen we hem gewoon met 1 hoog. Dus hoog zat, vind ik. Veel hoger hoeft hij niet hoor. Dus krijgen we allemaal scheve dingen. Zo, kan ik er net nog bij? Ja, net nog. Nou, daar kan ik er net eventjes niet bij. Maar op deze kant doen we wel. Hop, plop, 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 bam. Alles weg. Yes. Dan doen we deze hier nog eventjes opvullen. Boom. Dan aan de hoeken komt een stuk steen. Daar 1, daar 1, daar 1 en daar 1. Deze moeten we eventjes moven. En dan kan ik vanaf hier mooi bij. Hop. Eigenlijk moet hier ook nog eventjes wat beters. Zo dan. Zo is het goed. Dit moet ook allemaal weg. Dan ziet het er weer natuurlijk uit. En dat vind ik altijd heel belangrijk als ik dingen ga bakken en ga maken. Dan moet het er wel natuurlijk uitzien. Zo, keurig netjes. Dan moeten er ook nog fakkels op. Ik heb natuurlijk weer eens fakkels te weinig. Tuurlijk heb ik fakkels te weinig. Had ik wat anders verwacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En er zijn er weer te weinig. Supergoed. Kan ik in de tussentijd misschien extra... Ik ga ze gewoon hier maken. Ik weiger terug te gaan om terug te gaan. Dat doe ik gewoon niet. Ik ben gewoon echt te lui vandaag. Ik moet eventjes wat steen zoeken. Dan bakken we gewoon een oven. En dan vind ik het helemaal mooi. Zo, geef me maar een oventje. Dank u. 8 van die stenen. 3, 4, 5, 6, 8. Oké, top. Dan maken we daar eventjes een crafting table van. Plop. Crafting table, die gaat. Nou, die kunnen we eigenlijk op zich wel daar bovenaan neerzetten. Die zal ik daar ook nog wel een keer nodig hebben, want ik moet toch elke keer terug. En als ik dan gewoon ervoor zorg dat ik ook hier een crafting table heb, dan scheelt mij dat weer een kilometer lopen. En dan kan ik die tijd allemaal besteden aan andere nuttige dingen. Zo, plop. Even tijdelijk hier. Maken we hier een oventje van. Zo. Hop. Furnace. Boom. Oké, fikken met die meuk. Wat gaan we opbakken? Dit gaan we opbakken. Oké, brande kreng. Geben ze meer kool. Dat is goed. Kool is goed. Ja, kool. Tempo. Tempo. Kool. 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 Charcoal. Ook goed. Kom. Bam. Charcoal. Dan die. Dan die er bovenop. Boom. Bam. Bang. Bam. Weg. Hey. Efficiënt, Vaco. I know. Kunnen we deze er mooi bij doen? Deze kan dan hier en daar. En als we er dan toch nog tijd over hebben, aangezien we dat hebben vandaag, ga ik ook eventjes kijken hoe het eruit ziet als ik hem hoger maak. Dit is allemaal prima zo. Dit kan nog anders. Dit moet ook anders, anders ziet het er niet natuurlijk uit. En dan kan ik niet slapen vannacht. En dan moet ik huilen. En dat willen we ook allemaal niet. Dus zo. Dan kunnen we hier met dit hout gaan we kijken hoe die hoger komt. Hoe hoog? Nou, heel hoog. Let op. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auw. Is dit hoog genoeg? Op zich is dit wel cool. Wat we ook kunnen doen, is dat we een gedeelte overdekken. Dat we niet alles pakken, maar gewoon een gedeelte. Kunnen we ook nog wat pakken. Auw, joh, dat waren mijn enkels. We kunnen ook een gedeelte doen. Net zoals dat we aan de andere kant gedaan hebben bij de ingang naar mijn XP farm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk, dan hebben we een gedeelte gedaan.
maken we een gedeelte van glas, of van steen, of van hout, dat moet ik nog even bedenken. Auw. En dan hoeven we niet alles te doen. Maar dan kunnen we hier gewoon een dingetje bovenop maken. En dan hebben we toch een soort van overkapping. En dan loop je wel, als het ware, naar deze toren toe. We kunnen ook grote vuren erbovenop doen. Dat is ook misschien wel heel erg cool. Moet ik er eventjes over nadenken. Taco Gamers, als jullie nog een tof idee hebben voor deze toren of voor dit nieuwe bouwproject, laat het dan vooral achter in de reacties. Misschien dat ik er nog wat mee kan. Jullie hebben bijvoorbeeld ook bedacht om dit ding te gaan overdekken. Ga ik een klein beetje aanpassen. We gaan het gedeeltelijk overdekken en niet helemaal. Dus dat komt allemaal nog. Ik wil jullie dus in ieder geval vragen om een goed idee achter te laten. Doe ook eventjes een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En doe ook eventjes hashtag kopje water achterlaten in de reacties. Dan weet ik tenminste wie deze afleveringen helemaal uitkijkt. Want volgens mij worden dat ook steeds minder mensen. Dus voor nu, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Gooi een kopje water eventjes in de reacties. En dan zie ik jullie morgen natuurlijk gewoon weer terug om 3 uur... bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Faco Games. Mazzel!